gaat winnen. Kijk eens, daar gaat winnen. Een uitzending over Peter Winnen, omdat het gaat om zijn debuut in de Tour. Hij is vertrokken aan die Ronde van Frankrijk 30 jaar terug, zonder dat hij eigenlijk wist waar hij aan begon. Hij had nog nooit een Tour gefietst, hij kende de bergen niet, had het parcours niet verkend, kende de Alpe d'Huez niet. Hij ging met een soort jeugdige overmoed van start en behaalde meteen de mooiste overwinning uit zijn carrière. Hij gaat het halen. En wat voor een overwinning. Een meer dan klinkende overwinning. Daar de drie erachter. Vol doorgaan nu. En dan gaan we een nieuwe toerzege opschrijven voor een Nederlander. Rijd door, want daarachter komen Van Impe, Ino en Alban. Hij gaat het winnen. Schitterend. Peter Winnen wint de etappe op Alpe d'Huez. Wie had het gedacht? Hij zelf misschien. Eén is winnen. Nieuw in deze uitzending is dat Peter heeft een dagboek bijgehouden, een soort agenda, waarin hij van die Tour, en ook deze etappe waar de uitzending over gaat, precies bijhield wat voor medische spullen, vitamines, preparaten hij innam. Hij bespreekt dat met zijn toenmalige ploegarts, die was ook nieuw, dat was nog een onbekend verschijnsel in de Tour, homeopaat. Het zijn ook homeopathische middelen en ook dat is eigenlijk bijzonder, omdat we kennen de wereld van doping en preparaten waar je niet over mag praten. Maar dit was nog absoluut een hele clean, bespreekbare, nieuwe manier om sterkere renner te worden. Dat moet nu aansluiten in dat laatste wiel van Winnen, want anders wordt het moeilijk voor hem. Het wordt echt moeilijk voor hem, Joop. Kom op, bijten. Je gaat eraf. Ik denk niet dat hij het haalt. Het liet zich een paar honderd meter nu aanzien. En het is inderdaad zoals het zich nu laat aanzien. Hey, Ino gelost en Winnen gaat door. Met Van Impe. Dat zou een verrassing zijn als Ino op die grote versnelling rijdende toch niet kan bijbenen. En dat betekent toch dat Winnen ongelooflijk veel kracht heeft. Winnen is weg in ieder geval met Van Impe en Alban. Daar gaat Arnaud eraan aan de rechterkant van de weg. Die valt ook af. Kijk maar, die kan dat nooit volgen. Ik denk dat het kijken naar deze uitzending alleen al erg leuk is vanwege de stem van Theo Komen, de radioverslaggever, waarvan een aantal fragmenten in de uitzending zitten. En dat moet een soort, voor de mensen die destijds de Tour volgden, dat nostalgisch gevoel van die unieke stem teweeg brengen. Een tweede reden is dat ik denk dat Peter een vrij unieke wielrenner is binnen de sportwereld of binnen de wereld van het wielrennen, omdat hij zo anders is. Hij is nu anders zoals hij erover schrijft en praat, maar ook toen hij reed. Hij had een totaal andere blik op wat hij deed. Bijvoorbeeld, dit is zijn eerste en zijn allergrootste overwinning. Maar hij denkt eerder aan de pijn dan aan de vreugde van de overwinning. Nou, die romantische blik die Peter heeft op zijn sport, die vind ik alleen al bijzonder om naar deze uitzending te kijken. Ja, als je zulke rit wint in een Tour, dan ben je meteen iemand. Dus in principe had ik dan kunnen stoppen met wielrennen.